nog spellen zonder dit keer de uitbreiding De Zeevaders voor de kolonisten van Catan. Het is een variant waarin eilandgroepen gaan ontstaan op het te koloniseren Catan. En we gaan handelsroutes bouwen met scheepjes. En daarnaast komt er natuurlijk naast de struikrover ook een zeerover in het spel. We gaan snel kijken wat we krijgen voor ons geld. De spelregels met daarin kort uitgelegd hoe de zeeroutes werken en natuurlijk de zeerover. En verder hebben wij allerlei scenario's die je kunt spelen. En dat is wel heel erg grappig gedaan. Dan hebben wij natuurlijk wat fiches zodat wij de andere scenario's kunnen spelen. En de zeerover. Scheepjes voor de spelers. Ik heb alleen de 4-speler uitbreiding. Als je met 5 en 6 wil spelen, moet je die ook nog even apart kopen. Vlaggetjes, overwinningspuntjes die je op een andere manier kan behalen. Heel veel zeetegels en ook allerlei mooie aan elkaar te puzzelen. Grote zeetegels waar je dat hele landschap inbouwt. Nou, de gebruikelijke landtegels zoals we die kennen. En een nieuwe landtegel, goudmijnen. En dat ga ik nu alvast verklappen. Als je hier een dorp aan hebt en het getal wat hierop ligt wordt gegooid, krijg je niet goud, want er zit geen goud in het spel. Maar krijg je een grondstofkaart na keuze of meerdere, als je meerdere dorpen dan wel steden hebt, grenzend hieraan. En een zakje. Hier ben ik minder over te spreken, want dat is van een wat mindere kwaliteit, maar het is nou eenmaal zo. De havenfiches. En bij elk scenario staat welk soort havenfiches je gebruikt. Die doe je in deze zak blind en je grabbelt ze en legt ze zoals op het scenario staat op het bord. Dus je hebt 3 tot 1 en je hebt specifieke graanhaven, dus 2 graan voor hun grondstof. Nee. Die zijn bekend uit het basisspel. En jullie zien al gelijk, zo roemend als ik was over het eerste spel, Kolonisten van Catan, met prachtige vakjes en opslag, krijg je hier een lege doos en je krijgt 1 zakje. En dat weet ik niet eens zeker, want ik heb hem van iemand gekocht. En daar zat dit zakje bij, dus ik durf niet eens met zekerheid te zeggen dat je die gratis erbij krijgt. Voor de rest moet je alles maar weer in ripbags doen. Dus dat is jammer. Zo mooi als Kolonisten Catan alles in vakjes had, zo lelijk is de uitbreiding. Maar het spel is wel leuk, dus daar gaan we nu eens even naar kijken. De opzet voor de Zeevaders van Catan. Ik heb de basis, eigenlijk de basis, de eerste opstelling genomen. En die noemen ze dan op naar nieuwe kusten. Dit is hoe je het spel uitlegt. Je hebt die grote tegels en die worden allemaal keurig weergegeven hier zo. Ze hebben getallen of letters E, F en die staan ook weer op alle verschillende tegels. Dus je knutselt het zo in elkaar. Hier in het midden heb je het vak waar precies de tegels van traditioneel Kolonisten van Catan in passen. En dat kun je weer op dezelfde manier doen zoals je dat voorheen gewend bent. Oftewel, je gaat gewoon leggen 1. Nee, mis. 1, 2, 3, 4, 5. En dan 4 daarnaast hier en 4 daarnaast hier. En zo heb je het basiseiland van Catan. En daar leg je dan ook weer de getalletjes allemaal op. Daarnaast staat hier onderaan bij de spelregels staat hoeveel havens je hebt. 5 speciale en 4, 3 tot 1. Dat zijn deze havens. De losse fiches, die gooien we in de zak. En dan staat op de kaart waar die havens komen. En dan grabbel je ze willekeurig en plaats je ze zoals aangegeven op het speelbord. En dan zal het er uiteindelijk zo uitzien. Het spel begint hetzelfde als standaard. Elke speler krijgt 2 dorpen en 2 straten, dan wel zeestraten. Want met deze bootjes kun je zeestraten gaan bouwen. En dat ga ik gewoon. De kosten voor het bouwen van een zeestraat zijn een hout voor de romp en wol voor de zeilen. Waar mag je zo'n scheepje plaatsen? Nou, in het water natuurlijk. En een schip mag alleen gebouwd worden of aangrenzend aan een dorp. En dan op altijd een samenkomst van 2 tegels. Of hij mag vastgebouwd worden aan een ander bootje. Wat mag niet? Hier zit al een weg, dus daar mag ik niet nog een bootje naast leggen. Ik mag ook niet zeggen, ik heb hier een stuk weg van mij en dan ga ik vanuit die weg verder bouwen. Dat is niet toegestaan. Hij moet of vastzitten aan een dorp
Dus als deze er niet zou liggen, zou het hier kunnen. Of hij moet vast liggen aan een bootje. En dan mag hij hierheen of hierheen. Heb ik dit voor elkaar bijvoorbeeld, kan ik hier bijvoorbeeld op dit eiland aan de overkant een nieuw dorp stichten. In dit scenario krijgt de speler, als hij voor het eerst een dorp in een van de vier eilanden sticht, krijgt hij een vlaggetje. Dit visje, dat legt hij onder zijn eerste dorp op dat eiland. En dat is ook een overwinningspunt. Je moet in dit scenario moet je 13 overwinningspunten halen om het spel te winnen. Je mag natuurlijk ook, als je deze route hebt, hem vertakken. En dan bijvoorbeeld van hieruit naar het eiland hier met het goud gaan. En dat is geen enkel probleem. De regels voor de plaatsing zijn hetzelfde als dat ze zijn vanaf de straten. Dus mocht het zo zijn dat hier groen al staat op die kruising, dan kan ik met rood hier niet, want daar zit één vakje tussen. Dus dan zal ik moeten kijken dat ik zo ga en dan kan ik hem hier bouwen. Daarnaast mag je natuurlijk ook geen twee kleuren op één vlak hebben. Die regels zijn ook hetzelfde als met straten. Krijg je een ontwikkelingskaart, plaats twee straten, dan mag je ook zeggen in plaats van twee straten, twee zeestraatjes plaatsen. Of één straat en één zeestraat. Dan moet je nog even rekening houden met de routes. Dit is een scheepvaartroute, zo'n sliert van bootjes die vanuit een dorp komen. Deze sliert scheepjes verbindt twee dorpen en dat noemen wij een gesloten zeevaartroute. Deze is nog open, want hij is nog niet door twee dorpen afgesloten, dus dit noemen wij een open scheepvaartroute. Deze open route, daar mag je één schip van verplaatsen. En dat is natuurlijk niet een schip middenin, maar dat is het laatste schip. En dat mag alleen als je dit bootje niet in diezelfde beurt hebt verplaatst. Heb je nou meerdere scheepvaartroutes op het bord liggen die open zijn, dan mag je per beurt één bootje verplaatsen. Dus ik mag bijvoorbeeld zeggen, ik ga deze laatste ga ik hierheen verplaatsen. En dan zou je bijvoorbeeld de volgende beurt kunnen zeggen, even kijken, dit zijn de twee uiteindes, dan zou je bijvoorbeeld deze hierheen kunnen verplaatsen. Dat mag, dit is een gesloten route, daar mag je niks uithalen. Die blijft liggen zoals het ligt. De langste handelsroute, die is ook even anders. Zoals je hier ziet liggen, heb ik een route van 5. Hoe kom ik daarbij? Ik heb hier een dorp, 3 bootjes, een dorp, 2 straten en hier, deze twee zijn niet verbonden. Dus dit is 1, 2, 3, 4, 5. Dus een handelsroute bestaat nu uit scheepjes en straten, als deze maar vanuit een dorp springen. Wil ik deze route echt een lange route voor mezelf maken, dan zal ik hier een dorp moeten bouwen, zodat mijn boot op een dorp komt en vanuit het dorp de straat weer verder gaan. Want zoals we al eerder in het begin zei ik al, een straat, daar mag geen schip aangebouwd worden. Kijk, deze komen uit dit dorp, deze straatjes uit dat dorpje en dit plakt niet. Maar zo plakt het wel en er was mijn handelsroute gelijk 7. Dus de langste handelsroute wordt ook weer even anders gedaan in deze spelvariant. Dan hebben we natuurlijk onze grote vriend, de zeerover. De zeerover werkt hetzelfde als de struikrover. Als er een 7 gegooid wordt, mag men kiezen of men of de struikrover pakt of de zeerover. Wat doet de zeerover? Hetzelfde geldt natuurlijk voor een ridderkaart. Als een zeerover hier neergezet wordt, mogen er langs de zijdes van deze tegel geen zeeroutes worden gebouwd. Daarnaast heeft hij hetzelfde als bij een struikrover. Alle dorpen die grenzen aan de tegel waar hij op staat, daar mag je een kaart van die speler uit zijn hand halen. En die mag je dan. Mocht het zijn dat je een open route hebt langs de zeerover, dit is gesloten, die is open, dan mag je normaal gesproken een schip wegnemen om die route A te veranderen. Dat mag nu niet, want nu ligt er een zeerover, dus blijft deze route vast. Mag je daar aan dit schipje mag je niet komen. Dus dat is wat de zeerover allemaal voor een narigheid doet. En dit is hoe het gespeeld wordt. Dit zijn de verschillen ten opzichte van het basisspel. Oftewel, we gaan nu lekker naar de zee, we gaan eilandjes veranderen en je krijgt wat andere scenario's. Voordeeltje is,
dat de grote kaart heeft nu die tegels waar je het inbouwt. En dan ligt het even wat stabieler. En dat is ook wel de zeevaarders voor de kolonisten van Catan. Dit is voor mij de enigste andere spelvariant die ik heb voor de kolonisten van Catan. Nou, er zijn er natuurlijk duizenden. Nou, iets minder, maar er zijn er heel veel. Je hoeft de Intertoys of Bart Smit maar binnen te lopen. En je wordt overstelpt door de hoeveelheid verschillende uitgaves voor de kolonisten van Catan. Ik vind dit een leuke, omdat die eigenlijk vrij simpel is qua uitbreiding. En het basisspel aardig intact laat. En het basisspel is gewoon heel goed. En dit vind ik daarom ook een hele leuke uitbreiding. Het voegt een klein elementje toe met die goudmijnen. Want die zijn natuurlijk heel erg gewild. Omdat je daar elk soort grondstof uit kan krijgen. En het is leuk dat je met bootjes naar eilanden gaat varen. En zo ook je handelsroute weer wat uitbreidt. Erg leuk om te spelen. En ik vind hem net als het hoofdspel ook gewoon een dikke 8 waard.